Ik ga beginnen met de mensen te verontschuldigen die er niet zijn. Ik vervang zelf al Karel van Kemmeulen, die wegens bezigheden voor de krant hier niet kon zijn. En Dani van den Bossen vertelt mij dan net dat ook Prins Laurent heeft afgebeld. Die zou ik normaal ook geweest zijn. En die is zo. Wendy van Wanten moet het ook weer halen. Dit is natuurlijk de gossip van de Royalty Watcher die naast mij zit. En meteen introduceert Johan Tielemans, criticus, criticaster, kunstkenner. En op de BRT weet men het niet goed meer, want het zit nu blijkbaar ook bij de Amerika-kenners en dus de Royalty Watchers. Dus het is ook geen BRT meer. Wat een tijden beleven wij. De man naast mij, Bart Baren, is de man die denkt van ja, ik moet het hier allemaal wat organiseren, ik moet daar dan ook nog wat publiek bij krijgen enzovoort. De rots in de branding achter Jan Hoed van het Spaak in Gent. En waar het dan allemaal op te doen is, is om de kunstenaar Paul van Gezingen, die aan mijn rechterkant zit. Iets wat ik helemaal niet had voorbereid, want ik had natuurlijk van die intelligente vragen van wat is cultuur, waar moet er met cultuur naartoe en hoeveel mag dat kosten, liefst niet onze zak natuurlijk. Maar de mensen die hier naast mij zitten hadden eigenlijk een veel interessantere vraag. We zaten daarnet op de barkrukken en toen zei iemand van de kunst, de koninkrijk, wat betekent dat eigenlijk? En het leek mij wel niet oninteressant om aan te vragen van, ja goed, waarover gaan wij nu praten, want blijkbaar hebben we er allemaal een andere mening over. Ik ga even naar Paul kijken, die kan misschien een schot voor de boeg geven. Waarover gaan we het hebben? Is kunst koning terecht? Ik zelf niet weten, maar... Wel, ik heb daar deze namiddag over nagedacht natuurlijk, hè. En dan mij uitsluitend beperkt tot die begrippen. Hè? Kunst en koning terecht. Dan kan men daar natuurlijk heel prettige spelletjes mee spelen. Het rijk van kunst en koning bijvoorbeeld. Een kunstkoninkrijk. De koning van het rijk der kunst, heb ik al gezegd. Ja. De koning kunst is rijk. Een kunstkoning is rijk. Een kunstkoning zonder rijk. Een rijke koning is de kunst. Een koninkrijk is de kunst. Een kunstrijk is koning. Een rijke kunst is koning. Daar zit iets in. Een rijke kunstkoning. Een koning van een kunstrijk of een kunstrijke koning. Kunst, een koning te rijk, dat hebben we al natuurlijk. Bijvoorbeeld, te veel kunst voor een rijke koning. Of geen kunst voor een rijke koning. Kiezen voor een koninkrijk met kunst, kiezen voor een koninkrijk zonder kunst. Een koning met kunst is rijk. Een rijke koning zonder kunst of met kunst. Een rijke koning is geen kunst. Het is alleen de kunst een rijke koning te zijn. En een rijke kunst is koning. Kiezen voor rijke kunst zonder koning. Kiezen voor kunst met een rijke koning. Laat ons, om eruit te geraken, hiermee stoppen. En besluiten met een gevleugeld en kunstzinnig woord van wijlen Leo Driegen, een hele goede vriend geweest van mij. En die zei telkens over kunst, olie drijft boven. Even doordenken over koning en kunst natuurlijk wel, hè, wat vermits wij dus ook met het vorstenhuis opgescheept zitten, wat overduidelijk aanwezig is. Wij hadden een pracht van een koning, en dat was Leopold II natuurlijk. Een rijke koning in een rijk koninkrijk. Een groot koning, een rijk koning. Hij is erin geslaagd 2 miljoen Congolese mensen uit te roeien, te vernietigen in het kader van de nuttige rubberproductie, zonder daarbij al de verminkte, gedeporteerde en allerlei andere slachtoffers mee te tellen natuurlijk. Maar Brussel, onze hoofdstad waar wij fier op zijn, werd op deze manier onze pompeuze, schitterende kunstmetropool. Men huldigde toen nog de idee, zeer terecht natuurlijk,
Waar wij onze vlag planten, daar brengen wij cultuur. En dat is ook gebeurd natuurlijk. Zij het niet ginder, maar wel hier. Dat sluit onmiddellijk aan bij het begrip koning, kunst en rijk. Dan komen we terecht bij het artikel in de geschiedenis voorheen. Handel. Zaken doen. Geld. Slavenhandel bijvoorbeeld. Kolonies bijvoorbeeld. Beschaving brengen. Bekering brengen. Zendelingen sturen. Kerk, staat, bezit. En vergeet niet, op dit ogenblik is men nog steeds bezig om in bepaalde ontoegankelijke gebieden nog steeds zendelingen aan het werk te laten, bijvoorbeeld in Zuid-Amerika, steeds met dezelfde bedoeling. Daar zitten wij dus te midden in. Maar ik neem aan dat dit maar een klein facet is van wat wij nu als kunst beleven, want wij zitten helemaal met beide voeten in elkaar in wat men noemt de situatie van de kunst nu bij ons en vandaag. In dat verband wil ik u even onderbreken en dan Johan misschien eens vragen van de koning van Vlaanderen, de heer Van den Brandeck, hoor, daar zendelingen op bracht en dat soort van dingen. Ik denk dat we daar de laatste week nogal mee te maken gehad hebben. Dus cultuur bij de jonge koning van Vlaanderen van den Brandeck vandaag. Hoe zit dat? Klopt dat verhaal nog altijd van Leopold II of zitten we in een ander verhaal? Ja, het is een van de problemen van de kunst. Het is natuurlijk een ingewikkelde vraag, maar het is altijd zo geweest dat iedereen die aan de macht was, de kunstenaars gebruikt heeft. Waarom niet gesteund, maar alleen maar als ze hem konden dienen. En dat is wat Van den Brandeck natuurlijk van uit de hele geschiedenis heeft geleerd, en hij doet dat ook zo. Hij probeert kunst te slijten als dat zijn eigen imago of zijn eigen machtspositie, zijn persoonlijke machtspositie, die machtspositie van Vlaanderen waar hij zo van droomt, als hij dan dat daarmee kan dienen. Het is ook wel duidelijk als zou blijken dat de kunst hem daar niet bij helpt, dat zijn kunstzinnigheid zou afnemen. Dat is altijd zo geweest. Dus op dat punt heb ik geen problemen mee. Als ik een probleem heb, hoe ga je daarmee om als kunstenaar? Dus het gaat natuurlijk wel, bijvoorbeeld in toneel heb je dat zo van, omdat ik die sector het beste ken ook wat geld betreft, want kunst en geld moet je altijd even voor hebben. Maar er zijn zeker mensen die dromen hebben om iets te maken en in moeilijkheden zitten wat de financiën en budgetten betreft en dan een aanbieding krijgen van het gezag van kijk, als u voor mij wat wil doen, dan geef ik u geld. Dan is natuurlijk de juiste zou kunnen, maar ik zelf daar nog geld bij heb of niet, dus ik wil zo'n beetje in de positie van die mensen komen dan zeggen ja, eigenlijk zou ze niet mogen en aan de andere kant doen ze het. Ja, moet je dan daarvan beschuldigen? Want ze doen het omdat ze te weinig hebben, terwijl ze daar zeer ongelukkig over zijn. Je hebt zo mensen die dat gekregen hebben, zoals Stam, die een zeer duidelijk politiek standpunt ook hebben. Niet alleen met hun toneel maken, maar in een bepaalde politieke kritische houding staan. En die in eerste instantie toch dat geld hebben aanvaard en dan tot het besef zijn gekomen. Maar als we dat doen, dan kunnen wij niet meer de kritiek zijn van het systeem, wat wij willen zijn met onze kunstenaars. Dus hebben we daar gezegd, oh nee, dat moeten we dat niet hebben. En ze hebben dat teruggegeven. Ja, dat is dus heel consequent natuurlijk. Maar eerst komt het brood en dan de grote ideeën altijd. Bart, ik wou als collaborateur bij uitstek natuurlijk van het Koninklijk Regime Vlaanderen, namelijk een instelling waarin je werkt en dus kunstenaars waarin je omgaat, maar toch ook een vaste plek in deze stad. Wat is voor jou dan de kunst die de koning te rijk is? In welke richting interpreteer jij dat dan? Ik ben een zeer handige moderator, wel dus voor het debat begon, vroeger, maar wat betekent dat nu eigenlijk? Nadat je zei, ik zo'n serieuze vragen had gesteld, vroeger, wat betekent de titel eigenlijk? Ik weet niet, ik vind de geschiedenis heel mooi van het onderwerp van dit debat. Er was namelijk een andere titel voor deze. Die was kan kunst de wereld redden? En toen ik die de eerste keer hoorde, dan dacht ik van mij, dat is wel vrij katholiek. Was dat de wereld gered zou kunnen worden? Dat de wereld ergens naartoe zou kunnen gaan? Ik denk dat het niveau godsdienst was. En de titel nu bevindt zich over het tweede niveau van onze uitnodiging, godsdienst, vorst en staat. Dus we refereren naar de koning. En we zeggen,
We willen nog altijd zo'n soort duidelijk punt waar we ons tegenover kunnen verhouden. Maar er staan er drie dingen in de derde staat. En Jan, je hebt daar juist gezegd wie dat er aan de macht is. Maar tegenwoordig is dat op zijn minst in theorie zijn wij aan de macht. Dus het is een beetje eigenaardig, denk ik, dat we als een soort tegengestelde partijen kiezen. En dat we daarna refereren hier in deze titel als de koning. En de koning die dat ooit was alles goed georganiseerd en was een koning die daar boven de rest stond. Dat was trouwens ook met de godsdienst verbonden. Ik denk dat de functie van koning op dit moment is eigenlijk een soort symbolische functie dat we binnen onze maatschappij beslissen te halen. En van de branden hebben wij verkozen. Dus ik weet niet of het ding van geen kritiek meer kunnen uitoefenen op het systeem, of dat de meest intelligente constructie is dat we kunnen uitdokteren. Als we ervan uitgaan dat wij de staat zijn, dan kunnen we misschien alleen het laatste woord opvragen, maar dat we eigenlijk tegenover de dame die vraag over stelden, is het rijk in de zin van financiën, is het rijk in de zin van een rijk, een stuk grondgebied, waar dat daar dan een spirituele dimensie aan toevoegde door een geestelijke rijkdom te hebben. Een rijk, dat is misschien waar we moeten proberen naartoe te gaan. Ik wou daar even terug naar Paul's uitgangspunt. Je zou kunnen zeggen, het messenaat vroeger, had die messenaat dat eigenlijk uitging van adel, koning en kerk. Je zou moeten een objectiever systeem hebben met de huidige overheid als messenas. Is dat zo? Of zit je daar nog altijd met een vredelijke vorm van hetzelfde? Ik denk dat er een analoog verschijnsel bestaat natuurlijk. De overheid nu neemt hier ook een beetje over van waar vroeger de verlichte geesten eigenlijk deden. Ik wil nog eventjes terloops, voor we dat vergeten, een uitzondering maken voor het vorstenhuis. En dat was dan koningin Elisabeth, die dan wel de bevlogen, een beetje gekke koningin was, die dan toch ontzettend veel gedaan heeft voor de muziek en al wat hier bewoog en groeide. Dat was misschien een laatste opflakkering van die dingen, van die soort verlichte geesten, zoals ik het zou noemen. Nu is dat allemaal overgenomen door de gemeenschap enzovoort, en wordt dat gestructureerd en in vormen gegoten en gesubsidieerd en noem maar op. Maar ik denk dat daar tegelijkertijd ook een gevaar om de hoek loert, en dat is dat het inzicht niet altijd zeer juist is, en dat in de plaats daarvan het mercantiele enorm belangrijk wordt. Het zaken doen en het speculeren en daarbij moet ik zeggen, zijn wij ontzettend schatplichtig en zijn wij gekweekt door dit soort van Amerikaans denken, laat me zeggen. Het denken aan markt, aan gaan we dit product verkopen en hoeveel gaat dat opbrengen en hoe hoog gaat die prijs zijn enzovoort. Het is niet meer, wanneer ik eventjes terugdenk in het nabije verleden, zoals iemand, waar ik nu toevallig aan denk, omdat ik nu onlangs in de morgen daar een recensie over lees, Peggy Guggenheim bijvoorbeeld, die zich nog kon permitteren, onzelfstandig, te kiezen wat ze kocht en dan daarbij heel raak gekozen heeft en een aantal echt formidabele dingen kocht die toen eigenlijk nog niet, zoals men dat dus een aanhalingstekens zou kunnen noemen, in de markt zat. Zij had een goed oog, zij had een goede feeling, zij had een goede benadering en ze heeft dat dus gedaan. Natuurlijk was zij onvoorstelbaar stinkend rijk en krijgen wij daar een beetje de kriebels van. Maar ja, dat was analoog met wat vroeger gebeurde met die despoten toen, die eigenlijk ook wel een goed oog en een goed oor hadden en ook intellectueel gezien een hele bagage hadden. Maar ik heb twijfels nu met wat in de kunstmarkt nu gebeurt. Ik weet niet of dat men dat op eenzelfde niveau kan staan. Ik hoop dat natuurlijk. Hè. Het is misschien een open vraag. In elk geval, die dit soort gezaghebbende mensen zijn een beetje veranderd van stoel, hè, van positie. En ja, dat is misschien eigenlijk typisch aan onze. Het vervolg van onze geschiedenis. Ja. Is het in de huidige context niet zo dat Bart, zei het dan met iets minder centen, de man is die de aankopen doet zoals Guggenheim ze vroeger deed?
Ik vraag me af of dat met alle respect voor Groevenheim, maar of dat niet een beetje in een vals probleem krijgt. Dus we zitten hier, ik vind dat je een fantastische dag, maar we zitten met de stichting van de BZW, die heeft gezegd, we willen voor de stad Gent, in de stadskern, in dat stedelijk weefsel, willen wij iets gaan doen wat eigenlijk niet op dat economisch principe gebaseerd is. Maar wat gebaseerd is op de vraag voor de stad. En ik denk dat eigenlijk dat als we de kruimels, de vrijruimte die ons worden gegeven, want uiteindelijk gaat dat om, wij zijn zeer blij met al die gigantische bedragen, maar als je dat kijkt binnen de totaliteit van de economie en binnen hoe er op andere plekken met geld wordt omgegaan, zijn dat beperkte dingetjes waar ze ons gang laten gaan, of dat het daarom gaat. Als er een plein wordt aangelegd, hoe gebeurt dat? Ik bedoel, hoeveel geld kost het Sint-Baafsplein en hoeveel van onze culturele energie is er, en hoeveel discussie heeft men daarover toegelaten? Hoe breed is daarover nagedacht? Ik zeg niet dat de mensen die ermee bezig zijn geweest op zich geen goede mensen zijn, maar hoe breed is het veld, zelfs dat klein veldje dat hier zit en waar met die stappen gaan is, hoeveel van die mensen hebben zich daarbij betrokken gevoeld? Ik denk dat er gigantisch veel geld is, eigenlijk. Ik denk dat er, we zijn echt een rijk, maar de besteding van dat geld, de overheidsopdrachten bijvoorbeeld, die eigenlijk verplichten om in een soort gestandaardiseerd systeem te komen. Waarom maakt de overheid niet per grote opdracht laat zich een ding ontwerpen? Hey, hoe gaat er om met de totaliteit van de kwaliteit? Ik denk niet dat je dat doet door te zeggen van wie doet er nu de aankopen? De 40 miljoen, dus het grootste bedrag in Vlaanderen op dit moment is accidenteel gezien, is niet het Museum van Gent, is niet de Commissie Beeldende Kunst. Maar is de soort werkgroep voor geïntegreerde kunst geweest de laatste jaren. 40 miljoen, waarom gaat dat om een zoveel groter bedrag? Omdat je dat spreekt om iets dat in relatie staat tot een gebouw en tot de honderden miljoenen die dat daar worden uitgegeven. Dus ik denk dat we daar, als BZW hier wilt werken, ik denk dat het belangrijk is om naar het geheel van de dingen te kijken en niet alleen naar wij als mensen die in kunst en cultuur geïnteresseerd zijn, hoe kunnen we ons gebied misschien een beetje herverkavelen of een beetje mooier uitleggen. Ik ben daar volledig mee akkoord hoor. Ik vind dat een schitterend initiatief ook en heb dat zeer, zeer mooi samengevat. En het is inderdaad zo dat wij moeten overleven met dit soort van stipendium binnen die kruimeltjes. En daar moeten wij dus in feite maximaal het goed mee doen en goede beslissingen nemen. Johan, als cultuurwatcher, gaat het er dan om te gaan kijken van wat moet een goede stedelijke cultuur zijn? Ik bedoel, zien we dan een tendens waarbij we zeggen, goed, de autonome kunst, het theater in zijn gebouwen enzovoort, is in dit tijdsgebrecht veel minder belangrijk, veel belangrijker is. Wat gaan wij bijvoorbeeld in deze stad doen? Hoe manifesteert de cultuur zich in deze stad? Ja, ik ken tegenstellingen die ik niet goed kan volgen. Als je een stad hebt zoals Gent, en dat is een zeer levend theaterbestel, dan is dat deel van die stedelijke cultuur. En je moet natuurlijk een levend theater hebben, zoals je een levend museum moet hebben. Ik bedoel, om het op de kunsten te houden, omdat je daarover praat. En natuurlijk de idee dat... Het is een oude idee die in de 19e eeuw al door veel linkse is beleden, veel linkse kunstenaars is beleden van, je moet het uit de musea halen. De schoonheid van het leven, van het dagelijkse leven, wat we dus nu, ja, design, dat een ander ding heeft. Maar de label die je thuis gebruikt moet even mooi zijn als iets wat je met schoonheid verbindt. En dus het ganse leven moet doordrongen daarvan zijn. En dat mag niet bij P.G. Guggenheim zitten en alleen bij P.G. Guggenheim. Dat moet een deel zijn van de maatschappij, van iedereen die eraan deelneemt. Natuurlijk, je straat is waar iedereen aan deelneemt. Daarom dat ik heel belangrijk vind hoe een façade eruit ziet. Omdat men zo makkelijk schamper doet in architectuur, van dat is façade-architectuur. De façade is van mij. Als ik daar voorbij loop, is die van mij. Het is ook het enige van dat gebouw dat van mij is. Waar maar een bank in zit, maar een persoon in zit, het is van mij. Dus ik heb er wel heel emotionele relaties mee. En ik wens dat ik door Gent loop en dat ik voortdurend zeg, kijk daar eens. En dat is stedelijke cultuur. En hoe dat er dan eruit ziet, ik bedoel, stijlen of wat. Maar het ganse leven eigenlijk moet het zijn, en natuurlijk als ik door Gent loop, heb ik niet de reactie, kijk, niet hoe mooi het hier is. Ik heb het soms, ik moet ook niet zo pessimist zijn, want het is allemaal lelijk. Ik weet wel de plekken, en ik wil het op huizen hebben, dus kleine initiatieven tegenover de grote gebouwen.
ja, ik ken wel zeer mooie huizen die hier in Gent staan. Tussen heel veel, maar dat, die paren die daar staan. Maar eigenlijk zou je willen dat het allemaal vanuit dat concept kwam. Dat iedereen daar mee gegaan was. En natuurlijk ook dat de stad er mee gegaan is. Ik kan ook niet zeggen dat de stad er niet mee gegaan is. Ik bedoel van nu zo te zeggen, het is dus de cultivering van de lelijkheid. Nee. Maar het is wel de houding die je moet hebben. Ja, dat verlang je. Er zijn daar weinig overtuigingen. Dus ik denk dat als je een stad zou hebben die daar echt een absolute drive zou hebben, dan zou dat een discussie moeten zijn geweest. We hebben het daar al eerder met een mensen over gehad. Over het Sint-Pieterstation. Ik denk dat dat fenomenaal zou zijn geweest als de stad Gent, dat is zo laag, tamelijk als je daar binnenkomt. Zo, als de stad Gent zou hebben gezegd: weg met dat station, we gaan hier een fenomenaal nieuw station zetten. We geven weer een signaal voor wat het stad Gent zou kunnen zijn. Maar wij als mensen die met cultuur bezig zijn ook, de mensen die hier in de zaal zitten, we hebben dat verhaal niet gehouden. Waarom hebben we dat niet gehouden? We hebben dat station laten klasseren, dat wordt nu mooi opgepoetst. Terwijl ik denk dat we veel mooier neogotische architectuur hebben in Gent. We hebben dus wat bij dus wat nu de hogeschool is, dat is een fantastisch ensemble. Maar dat station, daar hebben we een soort veiligheidsreactie gehad. Ja? Ja, ik vind het een zeer interessante discussie, maar als we even doorgaan op hoe ga je om met architectuur als kunst, dan vind ik aansluitend op hetgeen u daar zegt, hetgeen Johan daar zei, van dan zitten we met problemen als wie heeft in godsnaam en wat is de voorgeschiedenis van het monster dat op het zuid staat. Ja, ik wil het ook zeggen, Gent heeft een signaal gegeven. Maar dat is helemaal niet, dat is al zo niet nodig. Ja, nou, het signaal is gegeven. Ik bedoel maar, en dat sluit helemaal aan bij wat Bart wil zeggen over stel dat je het station afbreekt en daar een fantastisch gebouw zet. Daar hadden we de kans om een wereldgebouw te zetten. Ja. Zoals een wereldplein, zoals in Maastricht, zoals in Groningen, zoals in Barcelona, zoals in noem maar op. En die kans hebben we enorm gemist. En dat is dus politiek historisch perfect na te gaan hoe dit de voorbije 30 jaar gemanipuleerd is vanuit diverse hoeken. En met het resultaat dat daar nu staat voor de komende 100 jaar. Dank u wel, meneer. Vlaanders Expo, een ander groot signaal. Ik ken ze zo allemaal. Vlaanders Expo. Dat Luxe Hotel zich noemt daarnaast. Een ander groot signaal. Dus, en dan zeg je, hoe krijg je daar greep op? Want de discussie, daar zijn we het allemaal over eens. We hebben het daarover gediscussieerd. Wie heeft beslist dat het dat kwast en daar komt? En hoe krijg je daar greep op? En waarom was er geen VZW die dat daar zo'n tamtam heeft gemaakt? Dat zal niet komen gebeuren. Ja, maar dat vind ik ook wel een interessante discussie, want dat zegt iets over de situatie van zeg maar de laatste 5 jaar. Ik heb me afgevraagd, toen dat gebouw dan toch kwam, waarom ik zeg maar studenten architectuur daar niet zelfs op een KK, een Vos woord gebruiken, op een ludieke manier, s'nachts op dat gebouw kropen en daar een grote spandoek van misdaad, architectuur of wat dan ook voor critologie. Maar tenminste een signaal gaven van wij als jonge mensen die zelf aan architectuur gaan doen, wij doen daar niets tegen of wij hebben dat niet kunnen sturen of wij zijn onmachtig of wat gebeurt daaruit vanuit opleiding en onderwijs. Maar zegt jonge mensen, dat zouden we makkelijk. We zitten hier met 50 mannen. Als wij allemaal geweldig overtuigd waren geweest, en we hadden dag in dag uit, we kennen toch wel redelijk wat mensen, maar we hadden dag in dag uit, elke keer als we dat tegenkwam, zeg maar dat kan toch niet, voordat het kwam. Nou, ik heb hier en daar wel geschreven, het is Ceausescu building, maar... Het rare is dat er hebben veel mensen gezegd tegen elkaar. De 50 die in deze zaal zitten, die hebben waarschijnlijk wel allemaal tegen een paar anderen die in de zaal zitten gezegd van oh, dat kan toch niet, dat kan toch niet. Maar... Nee, laat het ons er niet op dat. Ja. Ik heb gezegd bij de firma Maas, ik werkte daar en ik ben er voor buiten gevlogen. Omdat ik mijn gedachten gezegd heb over dat gebouw. Ja, dus we hebben een nieuwe politieke cultuur nodig. Ja, voor dat het is een gevoelig thema, duidelijk. Architectuur, dat is iets waar we alle dagen mee geconfronteerd worden. Waarom? Omdat we in de straat lopen. En het is heel juist, ik ben gevoelig aan dit soort gevel. En dit is een mooi huis en ik geniet daarvan in de hoop. Het is minder merkbaar in de actuele kunst natuurlijk. Maar het is net hetzelfde wat gebeurt. Ik heb altijd de vrees dat wanneer men dan uiteindelijk een beslissing neemt dat
dat dan hetzelfde gebeurt met die gebouwen waar we het nu over hebben en zo. Welke garantie zouden we bijvoorbeeld hebben wanneer het Sint-Pieterstation platgelegd wordt? Men heeft dus naakjes gezegd op een bepaald ogenblik, herinner ik me nog, het plan gehad om de Sint-Niklaaskerk plat te leggen en daar een commercieel centrum op te leggen. Pas op, hè, in naam van de vooruitgang. Ik moet zo voor, kan allemaal hoor, maar wat gaat in de plaats komen? Hè? Dus een draak. Ik zie overal rond mij in België en in Vlaanderen een architectuur van het verschrikkelijkste allooi. Verschrikkelijk, verschrikkelijk. Eigenlijk een schande. En daar moeten wij dus in leven en onze kinderen moeten daarin leven. Ja, goed. Dan is de vraag daar niet hoe we de interactie moeten organiseren tussen kunst en cultuur enerzijds en dan alle mogelijke andere departementen anderzijds. Want een van mijn meer een van de logische vragen waar ik mee zat van, er zijn onlangs 20 of 30 commissies geïnstalleerd allemaal binnen de kunsten. Maar de vraag die hier nu voor ligt, hoe organiseren wij wat u nu zegt, hoe krijgt u vat op de besluitvorming rond architectuur, stedelijke ontwikkeling, ruimtelijke ordening, noem maar op. Johan, jij hebt er ook altijd mee te maken gehad, de adviescommissies, de autonomie van de kunst, het theater, de plastische kunsten, maar hier ligt een totaal andere vraag voor. Wat moeten we doen? Dat is eigenlijk geen andere vraag, het is altijd zo, krijg je de greep op, hè, zeg. Hoe krijg je de greep op en zo. Het is duidelijk dat, als we nu even zien hoe het zich ontwikkelt, het is heel duidelijk dat het beleid, en ik bedoel daarmee de minister van Cultuur, maar die spreekt natuurlijk in naam van de Vlaamse regering, dus met iedereen die daar aan deelneemt, dat men bij het beleid meer en meer denkt dat men meer adviezen moet hebben. Dat is ook een merkwaardig ding. Je kan zo zeggen, ik wil minister van Cultuur worden, want dan ga ik iets doen, terwijl men nu zegt, ik wil minister van Cultuur worden en Gansvlaanderen moet rond mij komen staan. En dan zal ik misschien iets doen. Dat is een beetje dus er is wel vanuit het beleid het gevoel dat er enorm veel advies en bijvoorbeeld zulke stellingen moeten gevoed worden en dat het beleid daar zal op inspelen. Men kan zich afvragen wat zal lukken. Dat zullen we nu zullen we dat zien met deze nieuwe raden, wat er nu nog meer volk bij betrokken is dan ooit tevoren. Dus daarom dat ik zeg, ga als Vlaanderen zitten adviseren natuurlijk. Maar het is ook wel zo dat men alleen maar kan hopen dat die adviesraden dus goede standpunten daarvoor brengen. Maar het is ook zo dat, dat is de hoop eigenlijk die ik heb, ik ben optimist, hè. De hoop is dat een minister die zoveel mensen rond zich heeft en die hij niet zou volgen, maar ik bedoel consequent niet zou volgen, dan blazen die, als die raden missen hun plicht doen, dan blazen die raden zichzelf op. Men doet niet mee met een minister als men constant in de hoek wordt geduwd. Ja, dan is er maar één ding te doen, dat is ontslag nemen. Dan zeg je, ja, doe dat zelf, hè. Je bent dan minister van Cultuur. En dat weten zij ook. Dus het komt erop aan dat je aan de ene kant kunt adviezen formuleren door goede mensen in die raad die een gezag hebben, waarvan men zegt, dat is niet dom wat ze voorstellen. Zodat die minister zegt, ja, als ik dat volg, dan lijkt mij dus een gewicht te hebben wat ze mij voorstellen. Ik kan daar moeilijk van afwijken, want ik krijg iedereen tegen, want iets dat gewicht heeft en overtuigt, daar zeg ik voor welke reden ook, nee, ik doe dat niet. En dat is toch met mijn contacten met verschillende mensen van cultuur toch al een verhouding geweest. Je kunt ze dwingen, is niet. Het gaat dus niet over dwingen. Je hebt niet de minste macht, hè? Je bent adviesgevend, niet bindend. Dus je hebt niet de minste macht. Je enige macht is een morele macht, dat je zegt, kijk, dit met al deze mensen aan de tafel zitten, lijkt ons het beste advies. En vertelt u ons waarom u dat slecht vindt. Waarmee ik ook niet wil zeggen, want daar, met adviesraden zijn u plots bezig, maar goed, dat is een beetje waar ik een beetje mee bezig ben. Dat ik ook niet ertegen ben dat hij afwijkt. Want ik geloof ook niet de adviezen van alle raden. In alle details. Ik heb ook heel veel last met bepaalde adviezen. In mijn raad. Dus ik ben soms wel eens proberen. En dan hoop je maar dat die minister dat ook ziet. En dat hij zegt, ja, daar doe ik iets bij. Dus denken dat hij onmiddellijk afwijkt van wat het is. En dat is een menselijke dialoog en een menselijk spel. Want het gaat niet over objectiviteit. Het is niet, dit is zeker juist, dit is zeker. Of laten we dit zeker mooi, dit is zeker lelijk. Ik kan me voorstellen dat er misschien wel een paar mensen het zuid nog mooi vinden. Misschien moeten we een enquête doen. Ja, hier niet. Nee, maar ik bedoel, hebben we al een enquête gedaan? Dus wij vinden dat dat niet gaat.
Even mag inhaken, maar zeer kort op. Jij bent optimist, maar ik ben daar iets pessimisten. Omdat ik aan de lijve ondervonden heb, ik heb deel uitgemaakt van een adviescommissie, openbare werken, verschillende keren negatief advies gegeven. De minister in kwestie zegt, ja maar, jullie zijn een adviescommissie, ik veeg daar mijn botten aan even. Voilà, zo is dat, en niet anders. Dus zo werkt het. Dat kan wel zo werken, wat heeft die adviescommissie dan gedaan? Gebleven? Nee, ik heb ontslag genomen. Ja, maar ik bedoel, er is niet één man die ontslag neemt. Ik ben niet gebleven, nee, uiteraard gaat dat geen schade aanbrengen, hè, want ik word van... Ik wil de pers om je een beetje te steunen, en zoals je ook de pers heb je nodig natuurlijk. Of de pers zijn plicht doet in de communicatie daarover, en of de pers de goede kant kiest daarbij, maar of gewoon registreert wat er is. Dus je hoopt, want de pers die kan je mobiliseren, dat is een publieke opinie. En dus als zo'n raad weggaat en zegt, dat nemen we niet meer, dan staat hij daar open en bloot. Ja, en dan krijg je een dynamiek. Maar, omdat we over gebouwen bezig zijn, het gaat dus niet alleen over een mooi gebouw. Het gaat over geld, het gaat over investering, het gaat over macht. Het gaat over families die alle partijen in de raad van bestuur hebben, want ze weten waarom ze het doen. Wie dat er ook burgemeester is, onze partij zit in de raad van bestuur. Het gaat toch zo bij meneer Maas, hè? Dus ja, daar ben je mee bezig dus, hè? Je bent niet bezig van, wij hebben prachtige ideeën en zo. Geld zijn mee bezig, belangen zijn mee bezig. En wat heb jij te zeggen? Je bent een cultuurling. En jij zegt, ik weet het, maar ik heb geen geld. Om bij ons stedelijk probleem te blijven, is het dan geen vreemd fenomeen dat je enerzijds dus de minister van Cultuur hebt, met zijn raden, zoals ik net gezegd heb, en dat dan vanuit een totaal andere hoek, Binnenlandse Zaken, met andere woorden, een heel stedelijk ontwikkelingsbeleid gevoerd wordt, waar dus die culturele factor in feite totaal in ontbreekt. Dus zegt dat dan iets over de autoriteit van de minister van Cultuur, of zegt dat iets over de rest van de maatschappij die zoiets heeft inderdaad, van laat die cultuurlingen maar even aan de kant, als het gaat over centen, over stedelijk ontwikkeling. Ik denk dat dat ook iets zegt, want je kunt dat, het is gemakkelijk om te spreken tegen de anderen. Ik denk dat dat ook iets zegt over onze eigen limites in de kracht om beelden te vormen, om een visie te... Op de praktijk gerichte visie te implementeren. De Sha of Khomeini. Het is mogelijk in maatschappijen om een visie te hebben die zo sterk is dat ze tegen een technisch gezien zeer sterk systeem het kan halen. Die tegenstelling is terug, denk ik, een soort. Is ook, denk ik, feitelijk gezien een valse tegenstelling, omdat we. Het is niet zo dat de cultuurlingen aan ginder zitten en de geldlingen ginder. Dat zijn continue crossovers. En ik denk dat die tamelijk, deze zaal volledig in de maatschappij is, dan zullen die alle twee zo tamelijk dicht bij elkaar zitten, denk ik. Als je naar het geheel kijkt. Dus ik denk dat vooral iets zegt over het feit dat we misschien zo bezig zijn met onze fracties. En ik weet niet of dat ons aan moet verwijzen, maar dat we zo bezig zijn met onze kleine eilandjes waar we voor geëngageerd zijn, dat er niet genoeg energie overblijft voor stukken terrein die niet meteen door zo'n eilandjes worden gecoverd. Plus dat er ook weinig vraag is daarnaar, dus dat er niet echt een verwachting is dat die eilandjes naar die andere plekken gaan. En dat er ook geen middelen worden vrijgemaakt. Er wordt niet gezegd, op het moment dat er bijvoorbeeld, als je spreekt over zo'n plein of zo, er wordt niet gezegd van kijk, nu gaan wij een half jaar iemand aanstellen, waardoor dat er echt aan dat ding kan worden gewerkt, aan worden gedacht. Terwijl het eigenlijk maar om een fractie gaat van het gehele budget. Dus er wordt niet gedacht aan middelen vrijmaken om zoiets open te trekken. En dus iedereen is al zo bezig in zijn eilandje, of gelijk jij in 127 eilandjes, maar uiteindelijk maar in 127 eilandjes, dat je dat moeilijk... Ja, maar hoe lost je zoiets op om daar een soort van coördinatie in te krijgen, om dat toch... Want eigenlijk staan we allemaal voor hetzelfde, hoor. Maar we werken allemaal op eilandjes en dat is correct. Nu, een ander aspect wat ik toch niet zou willen vergeten voor de overloze verhalen. Dat is het probleem van de architectuur en algemene cultuur. Het probleem was de mensen die vroeger geld hadden, die hadden nog een bepaalde visie. Maar vandaag zijn het allemaal cultuurbarbaren. En de politiekers is al niet veel beter. Vroeger had je ook politiekers die dikwijls een verlichte culturele
geest had. Maar vandaag zijn het ook allemaal bijna cultuurbarbaren. En zij en zijn de politici die moeten beslissen en laten zich beïnvloeden door die mensen met geld, bijvoorbeeld door die immobiliënagenten, door die grote immobiliënmaatschappijen, die de politicus kunnen overtuigen van kijk, dat is vernieuwende architectuur, de Zuid, dat is vernieuwende architectuur. Maar daar zijn er allemaal ingelopen. En wij stemmen allemaal voor die politicus. Ja, maar ik kan dat doortrekken. Wij moeten meer, ik denk dat wij meer de politicus moeten wakker schudden, dat zij zich niet meer moeten laten beïnvloeden door de maffia. Dat gaan we doen. Ze doen hetzelfde, Sofitel. Juist hetzelfde, Sofitel. Dan aan de koren en aan de kastlijn gaan ze dat ook beginnen met Nortel. Of ik weet niet meer wat. Maar kijk, het is heel interessant. De commissie van monumenten heeft niets te zeggen. Niets. Nee, nee. Nu, ik wil dat doortrekken. Dus wat jij nu op het hoogste niveau situeert, dus van die wansmaak en zo'n gebrek aan inzicht, moet ik eigenlijk ook vaststaan bij de gewone man. Hè. En dat, daardoor is het, omdat ik sta in bewondering voor als ik op de buitenrand rijd naar de manier waarop men vroeger bouwde, de boerderijtjes die heel bescheiden zijn natuurlijk, maar die perfect passen in het landschap, die dus onvoorstelbaar een architectuur vertegenwoordigen eigenlijk, zodat daar geen architect aan te pas gekomen is natuurlijk, hè. Maar dat, het is perfect, dat is af. Wanneer ik nu zie dat overal op de buitenrand dus die nieuwe soort van fermetjes daar gebouwd worden, allemaal de zonen en de dochters van de rijke boeren, hè, die vroeger in dit soort mooie boerderijtjes wonen, weliswaar ook toegegeven, hè, maar die daar nu het landschap verpesten met een wansmaak die onvoorstelbaar is. Maar dat is de gewone man, hè, van bij ons. Dat gaat nu niet meer over de gezagsdragers, over het geld en over de macht. En misschien hebben ze wel veel geld, ja, dat weet ik niet. Maar goed, wansmaak hebben ze inderdaad meer dan. En ik word daar niet goed van. Wat jij... Ik heb ook geen voorbeelden. Hij kijkt naar de sociale woningen. Ja, maar ik weet het. Het is ook overal, man. Dat is natuurlijk een lelijkheid. Natuurlijk, het is een gevreugeld woord geweest van Renaat Braam in de tijd. België is het lelijkste land van de wereld. We kennen dat al, maar... Dit is natuurlijk een zeer mooie discussie. Het is natuurlijk een zeer mooie discussie op zich. Maar om terug te komen tot waar jullie komen, waar je mee bezig was, is er geen enorme decalage tussen de zogenoemd politieke macht en de echte macht die blijkt, en dat zie je dus nu mondiaal. Dat de echte macht een economische macht blijkt te zijn van een kapitalistisch systeem dat niet gericht is op het creëren van schoonheid of welzijn of wat dan ook, maar die puur gebaseerd is op het creëren van winst. Ja. Dus dat wordt natuurlijk een basisprobleem voor de komende decennia. Als zelfs een extreem rechts tijdschrift als Time al een hoofdartikel wijdt aan corporate welfare en aan de manier waarop dat de politieke verantwoordelijken bedrijven meer en meer toesteken in een soort veldslag om de mythe van arbeidsplaatsen te kunnen naar buiten brengen, dan denk ik dat daar wat ver gekomen is. Hè. Maar terug, wij zijn nog altijd de staat, of niet? Of zijn we de staat niet? Nee, maar het is de staat in de staat. Dat is een ander probleem. En dat is de industrie. En daar hebben we dus totaal geen... Daar hebben we vandaag totaal geen controle meer over. Wat de multinationals vandaag doen, dat is de staat in de staat. Hè. Ik denk dat iedereen daarmee eens is. Het is ook een kwestie dat die concerns een ontzettende grote invloed hebben, volgens mij dan toch, op hoe de kunst vandaag rijdt en zeilt. Ik denk dat dat een probleem is, zoals de heer Links het zei, zoals vorige keer met zei. Hoe krijgen we daar vat op? Ik denk dat dat een essentieel vraag is. Ja, maar dat is de vinger op de wonden dat hoor, want dat is eigenlijk de grootste zevenkoppige draak, hè, die daar zit. En zolang dit niet opgelost is, zitten wij in een straatje zonder einde. Hè. En dat is de essentie, maar we waren eigenlijk in oorsprong van plan om hier in beperkte kring, in Gent en in onze onmiddellijke omgeving toch te proberen om het tij een beetje te keren. Wanneer we dat zien internationaal, volmondig akkoord, wij zijn allemaal gekoloniseerd. Wij zitten dan handen en voeten gebonden aan dat kapitalistische systeem. Dus het andere systeem is in elkaar gestort. Hè. Men kan dat natuurlijk betreuren. Ik las ook onlangs iets, morgen geloof ik ook iets van Van Nistentaal, die dan getuigt, ja inderdaad, ik heb sympathieën voor het feit dat men vroeger in die andere systemen, in de oorlogslanden, tenminste ervoor
kon zorgdragen dat iedereen werk had. Hoe weinig het ook betaald werd, maar er was geen werkloosheid. Met wat zitten wij? En hoe evolueert dat? En hoe weinig vat hebben wij nog op die multinationals? We hebben daar geen vat meer op. Ik en zou de politieke ook niet. Toch wel even weer wat dichter bij huis willen. Inderdaad, ik hoor je zeggen, ja, de politici, vroeger hadden ze smaak, nu niet meer. Ik hoor anderzijds ook zeggen, ja, de gewone man in de straat had vroeger ook smaak, maar nu ook niet meer. Dus eigenlijk heeft nu niemand nog smaak. En het probleem dat Bart hier dus aankaart, dat is van, hoe kunnen wij een bepaalde morele kracht ontwikkelen in deze stad, om net als smaakmakers invloed te krijgen op onze omgeving. Zijn dat geen twee totaal tegengestelde dingen? Ik bedoel, wie gaat de smaak bepalen als er niemand nog is die smaak heeft? Je moet er een karikatuur van maken. Er zijn toch veel minderheden, veel culturen in West-Europa die toch smaak maken, dacht ik. Ik zie nu over het algemeen natuurlijk alleen maar blanken. En overigens, ik vind Gent een mooie stad, hè. Als je alleen maar blanken ziet, is dat nu net het probleem dat ik hier aankaart. Ik bedoel, je steekt je hoofd buiten. En wat we hier aan het doen zijn, staat blijkbaar toch wel in tegenstelling met wat hier in de omliggende straten aan het gebeuren is. Dus, het is wel de taak van deze WZ2 om te zorgen dus dat we ook samenkomen dat deze straten ook hier zitten. Want zij zijn natuurlijk onze burgers waar we ook moeten mee praten. Dus het is inderdaad een schok als ik hier op de straat kom en hier binnenkwam, dat dit niks te maken heeft met al de ervaringen die ik in deze straten, van al deze prachtige restaurants, die zijn van allerlei dingen. Dus daar is ook een groot communicatieprobleem. En ook dat, het gaat over hen in de eerste plaats ook. Ik zou over hen praten. Het is perfect goed dat dat nu aangeraakt wordt, want ik zou echt willen pleiten ook voor een soort van cultuur van het volk, hè, eigenlijk. Zoals het was vroeger, de mensen hadden eigenlijk geen geld, of bijna nauwelijks geld. Wanneer ik terugga naar de periode van mijn grootvader enzovoort, ja, die mensen hadden wel een levenskunst. Hè? Moesten het dan redden wat muziek betreft, ja, speelden ze misschien op een mondmuziek, maar ze speelden dat buiten gewoon mooi. En we konden formidabel mooie liedjes zingen enzovoort. En wel, een aantal dingen beoefenden zij dan toch in weerwil van en op een buitengewone manier. En ja, en waar is dat nu gebleven? En ik zou willen zeggen, waar wij nu voor staan, dat is dat dat niet verloren gaat. Dat al de mensen die hier wonen, en dat zijn niet alleen Gentenaars, hè, dus van Gent, wat is dat Gent? Ik ben ook geen Gentenaar. Ik weet niet hoeveel Gentenaars hier nu vooraan zitten. Ik heb er geen idee van, maar bon, ik contact telkens dat, wanneer ik spreek met mensen waar ik absoluut van, zeker van ben dat ze Gentenaar zijn, dat ze mij zeggen, ah ja, maar nee, ik ben geen Gentenaar. Maar goed, ik wil mij niet te min eigenlijk spannend voor ergens een soort van een revij en het wakker worden van krachten die eigenlijk overal aanwezig zijn. Ik ga er altijd vanuit dat iedereen op zijn manier een kunstenaar is. Wezen het in verband met levenskunst, met mensenreactie, dingen opmerken enzovoort rondom u het kader dat u omgeeft. Dat vind ik bijzonder belangrijk. Wat wij doen, jammer genoeg, is in een soort van elitair straatje geraakt. Wat niet de bedoeling geweest is, uiteraard. Maar, ja, ik zoek alleen maar naar een soort van verbinding van die dingen. Dat dat één geheel wordt. En dat iedereen zich daar goed kan bij voelen. Maar zijn we hier, hebben toch een formidabele tijd meegemaakt. Ja. Nu, ik kan even aansluiten bij de dingen die ik vroeger gedaan heb, hier in Gent weliswaar. En dan heb ik wel ontzettend veel inspanningen gedaan om een hele soort marginale muziek hier te brengen. Maar dat zijn ook allemaal heel gewone mensen. Wanneer ik dan ontdek dat die komen vanuit, echt soms vanuit een heel grote armoede en vanuit ghettos en zo, maar die zich via die muziek dan eigenlijk waargemaakt hebben, dan is dat toch zeer hoopvol. En ik denk dat dat overal kan. En die kracht, vind ik, zijn we te veel kwijt. Ja, en ik weet niet hoe ik het moet oplossen, want ik heb daar geen pasklaar antwoord voor. Ik denk dat de situatie misschien minder dat het echt in gemaakt ligt aan het feit dat we als mensen die dat soort arrangement hebben, dat we minder voorstellen doen. Ik geloof dus niet in de mythe dat vroeger de vorsten of politici meer smaak hadden.
Ik denk dat zij dat gevoel net zo goed als nu aan een soort adviessysteem. Dat was informeel als een vorstelijk hof. Dat was een diep. En die vorst die zag ook het vorstendom daarnaast, zag die verdorie. Die heeft blijkbaar goeie. En hij vroeg aan zijn beste type en zegt, wie zijn de beste? En dan is ook een soort, dat was net zo goed een iets wat zich rond de dingen bevond. En ik denk zelfs om het te hebben over dus grote bouwmaatschappijen. Als je een soort maatschappelijk, zelfs van een kleine groep, maar van een kleine groep die echt een visie en een noodzaak heeft. Of politici, als je die echt daar aangeeft, dan gaan ze daar met plezier op in. En zelfs grote bouwmaatschappijen, als die zich gewaardeerd zouden voelen, of als er een soort wedstrijdensysteem zou komen, om iets pragmatischer te zeggen, waar dat de kwaliteit van architectuur zou meespelen, die zouden dan met plezier om dat geld te kunnen blijven. Om dat geld te kunnen blijven maken, zou je met plezier gaan proberen grote, goede architectuur te maken. En ze zouden zich nog goed bij voelen ook, als ze gewaardeerd zouden worden door Pierre Lotus, die dat zegt van verdomme, dat is hier schoon gebouwd. Dat speelt, ik bedoel, die dingen, dat speelt... Nee, nee. Jawel, je moet geen karikaturen maken, ook van... Ik zeg niet dat een centraal gegeven is, maar ze zouden voor hetzelfde geld... Zouden ze goede architectuur maken als dat de politieke vraag zou zijn? En dat zou met dezelfde intensiteit de politieke vraag zou kunnen zijn als wij onze troepen een beetje beter op de samen zouden hebben. Dit is een zeer optimistische visie. Tuurlijk, moet het ook. Ik vind het fantastisch. Puur theoretisch is dit een prachtige optimistische visie. Ook de optimistische visie vanuit het individu. Als je zegt, als een aantal individuen en een groep van individuen voldoende impulsen geven naar beleidsmensen, naar mensen die de echte macht hebben, zeg maar de economische macht hebben, in dit geval bouwheer, dan is op termijn goed werk te leveren. Ja, maar ik ga met Bart akkoord. Het komt veel met personen af en het mogen ook geen karikaturen zijn, want dan zijn er goede en slechte, maar goed en slecht in één persoon ook. Ja, er zijn twee bouwheren die ik ken. Er is een bouwheer en die heeft de basiliek van Koekelberg gebouwd. Want die bouwheer die hield niet van Art Nouveau. Er zijn er andere, ik weet niet waar ze al uitgehaald hebben, maar die aan Horta gevraagd van een volkshuisruim te bouwen. Ja, kijk. Wie heeft dat die mensen geadviseerd? Dat moest Horta zijn. Ja. En wie heeft aan die koning verteld, en die jij zo fantastisch vindt, de koning verteld dat hij die stomme van Rick van Koekelberg heeft gebouwd? Dus individuele... Dat zijn feiten dus waar. Ja, dat zijn generaatsgevers, want voor hetzelfde geld kon hij Horta nemen. Hè? Ja, ja, ik kon dus, ik pak die. Maar een ander aspect is wel ook heel individueel. Daar kan je, want zo de multinationals en zo, dat is natuurlijk heel groot. Dan zie ik wel in onze praktijk dat wat de minister van Cultuur doet en probeert te doen, en ook met zijn raden van advies probeert te doen, is een tegenwicht gegeven. Want daar vragen we naar, zeg ons wat kwaliteit is en wat wij als staat moeten steunen. Zij vragen niet, en wat denken de multinationals daarvan? Dus het is een poging om dat... Zeker is dat een goede evolutie. Daar zijn we mee bezig. Ik bedoel, we zijn natuurlijk in een dialectisch systeem, daar en daar, en we zijn voor en tegen, en je moet overal dingen van maken. Maar totaal pessimistisch van die multinational. Mag je erop wijzen dat alle grote tijdschriften van architectuur met de meesterlijke gebouwen van vandaag, als over Amerikaanse architectuur gaan, dat allemaal multinationals zijn die dat bestellen. En dat de grote architectuur door multinationals wordt gemaakt. Ja, sorry, Mies van der Rohe heeft zijn geld gekregen van Seagram, verkoping van Absoluut Vodka. Daarvan, dat is de Seagram Building, het model voor een heleboel architecten van het meesterwerk. Ja, sorry, dus zo van de multinationals zijn de grote schurken. Maar dat klopt niet, hè. Op dat punt bedoel ik. Dus daar is, ja, die Seagram gaat smaak blijven, of die voor een of andere reden heeft die Mies van der Rohe gevraagd. Ja, wat er zit en anderen hebben er fout gevraagd. En bij ons zijn ze rijk en ze pakken de verkeerde. Ja, wat is het, hè. Waar komt dat vandaan? Wel, bedoel, waar komt dat vandaan dat dit land... Omdat er vroeger een grote algemene cultuur was die niet meer bestaat. En Nederland, als ik in Nederland zie, dan zie ik diezelfde mensen veel beter gebouwen maken. Zowel kantoorgebouw, fabrieksgebouw. Nederland heeft een grotere traditie. Wij hadden het toch in... Ja, waar zijn we het aan kwijtgeraakt? Hoort dat is 1900. Opvoeden. Even het woord aan... De... Nee, maar eventjes voor dat vergeten. Maar wie heeft dan opdracht gegeven om het hof daar... Hij is af te breken. Ik pak de goede momenten. Maar nu kan het een café worden. Even over in het panel. Als ik nog even mag inpikken, ik ben helemaal eens met Johan Tiemans wat hij zegt. Het is dus
contextuele en situationeel. En in die zin zou ik ook eventjes toch tegen Paul willen uitspelen, in de zin dat het elitaire en het volkse, dat is ook niet in tegenstelling. En ik bedoel, die titels worden opgeplakt en die termen worden opgeplakt. En eigenlijk, zoals je zelf aangeeft, het gaat over levenskunst. Alleen het is niet duidelijk dat zogenaamde elitaire kunst van vandaag ook over levenskunst gaat en in feite aansluit bij volkskunst. Maar dit wordt als discussie nooit helder gebracht. Ik wil erop aansluiten, want dat woordje elitair, dat is natuurlijk dat is alsof we doodgedaan worden. Elitair valt. En discussie over. Maar door het wel gebruikt. Het wordt wel gebruikt, maar moet wel. Mijn ander historisch voorbeeld, ik heb graag een historisch voorbeeld. Toen het theater van snel populair van Jean Villard begon, hè, en toen dat was populair, dan was zijn grote ding dat hij Le Cid bracht voor het volk, Shakespeare voor het volk, en dat hij merkte door een grote actie naar vakbonden en wat weet ik allemaal, werkelijk gaan zoeken naar een ander publiek. Dat was een grote droom van, ja, je kan het er voor warm maken als je het maar goed... En dat moet toch de droom blijven eigenlijk, van waarom zou dat niet gaan? Maar omdat iedereen, dat wil ik toch ook, nee, ik zeg altijd het ene en het andere, of iedereen zo op kunstbelust is, hè, daar ben ik ook niet zo zeker van. Hè. Ik ga nooit naar het voetbal, hè. Maar ja, sorry, hè. Je moet jij doen wat je wilt met je sportpolitiek, hè? Maar nu wel, het is allemaal corrupt, ik vind het nu interessant. Maar ik ga nooit naar het voetbal, hè? En doet jij wat jij wilt als minister van de sport? Ik kom niet, hè? Dat is met cultuur samen. Wel, ik bedoel, waarom zou dat met cultuur anders zijn? Maar, dat men zegt, ja. Maar cultuur is natuurlijk daarom een totaal nutteloze bedrijvigheid. Is niet waar. Maar daarom is het niet onbelangrijk. Daarom is het niet onbelangrijk. Het is niet omdat iedereen... Schijnbaar. Het is niet schijnbaar. Maar dat plant zich voort zonder cultuur. Ja, maar je kunt zich op een steen gaan zitten, dat is zo, geboren worden, copuleren en sterven. Ja, dat is gebeurd natuurlijk. De vrienden En vliegen zijn dan de beste van allemaal. Op één dag doet hij alles. Dat is waar. Maar een beetje dwars. Wel, er wisselen dus duidelijk optimistische perspectieven af. Nee, als je een actie wil hebben, dan moet je een optimistisch beeld hebben. Ja, je probeert ergens naartoe te gaan. En dat mislukt, en dat lukt, en dat mislukt. Daarover gaat het leven. Over lukken en mislukken. Maar niet zeggen, want het mislukt altijd. Kom, we gaan een pin pakken, het mislukt altijd. Dan doen we niets, hè. Schitterend, dat is waar. Meestal lukt het wanneer men wel de wil heeft om dingen te bereiken. Dat is ook wat Bart zegt. Ik wil even teruggrijpen. Voor mij is nog altijd de vraag goed, zelfs met veel inzet, hoe gaan we een bepaalde norm bepalen? Want ik hoor graag een historisch voorbeeld, ik wil daar even op doorgaan. Waarschijnlijk waren die Shakespeare-voorstellingen van Villard niet om aan te zien. Ik bedoel, wij hadden vroeger het Reizend Volkstheater en die deden hetzelfde. Dus ik wil maar zeggen, als we nu de discussie krijgen over kunst en cultuur, en om even bij de podiumkunsten te blijven, je hebt goede orkesten en je hebt goede theatergezelschappen. Daarnaast heb je commerciële initiatieven die op een lekkere gij net hetzelfde doen, maar waarvan wij dan gaan zeggen, ja, maar eigenlijk de intrinsieke waarde van dit concert is natuurlijk wel veel lager dan van dat andere daar dat commercieel is en dat eigenlijk niet zo ingetraind is, niet zo fijn benaderd is enzovoort. Dus de vraag is, wat doen we dan als we zeggen we gaan de straat op en iedereen gaat liefst zoveel mogelijk participeren aan cultuur? Waar gaan wij die norm leggen? Want die voorbeelden uit de geschiedenis, ik hoor ze altijd zeer graag, maar ik heb dan altijd zoiets van, gelukkig hebben we het niet moeten meemaken. Blauwe Maandag Compagnie heeft zomer geen volle zalen en doet dat dus met dingen die we allemaal fantastisch goed vinden. Dus dat is zo elitair dat je wil en iedereen wil dat zien. Ik bedoel, dat is al een hedendaags voorbeeld om niet Jean Villard te nemen. Iedereen wil de Misère willen zien. Dat is waar ik ook, hè. Ik ben niet in de Vlaamse Rens gegaan, ik ben daar wel geweest natuurlijk, ik ben elitair. Maar ik wil dat ook zien, hè. Dus ik bedoel, en ik vond dat echt interessant, hè. Ik kan je daarover vertellen over de Misérables, dingen die ik in het Vlaamse theater niet gezien heb. Ik bedoel maar. Ja, de Gentse bevolking wil maar ondersteunen natuurlijk, hè. Dus dat is wel iets te complex. Ze gaan hier naar de Misérables kijken van de Antwerpse productie. Dus dan moet dat niet beter gemaakt worden, hè? Dat is tegen. Maar ik bedoel, maar zo die tegenstellingen die je maakt en zo, ja, ik ben daar allemaal zo. Nee, voel ik dan altijd. Nee, zo is het eigenlijk allemaal niet. Dat is het zo. Van, bijvoorbeeld, commercie is slecht,
En de pure kunst waar wij subsidie aan geven, daar moeten we naartoe. In Hollywood is allemaal commercie. De grote films zijn gemaakt in Hollywood. Sorry, als je filmliefhebber bent, Hollywood. Bergman, 1950, niet meer aan te zien, deze grote kunstfilms. Een Hollywoodfilm van 1950, blijf ik thuis hoor. En ten is commercie en tanden is kunst, hè? Sorry. Ik bedoel maar, die tegenstelling, dat gaat dus niet op. De wat er ook gaat, is eigenlijk een filosofie over betalen. Ik zal je een voorbeeld van een theorie geven. Je kunt akkoord gaan of niet akkoord, want er zijn visies daarop. Laten we Amerika nemen. Ik ken dat een beetje. Laten we Amerika nemen. Daar is, waarom wil men daar geen... Of daar is bijvoorbeeld het idee van, waarom wil men eigenlijk geen belasting betalen in Amerika? Ja, meneer, wil je geen belasting betalen, omdat men vindt, de staat, ik heb recht op wat ik verdien. De staat die van mij geld neemt, in de eerste plaats steelt. Dus hij moet het wel zwaar legitimeren, voor hij vindt dat hij mag van mij geld afnemen. Met andere woorden, als er producten zijn, voorbrengselen, die zonder dat ze mijn geld daarvan zomaar afpakken, hè, en dat ze daarmee iets doen, en dat dan goed of slecht is, dat is hun zaak, maar dat die kunnen van allerlei fantastische dingen doen, dan moeten ze mij geen belastingen vragen. Dan moet ik dat ook niet subventioneren. Ik heb geen subsidies nodig voor dingen die zouden kunnen commercieel werken. En dan kan je zo de sectoren aflopen waar dat kan en waar dat niet kan. Heel de popsector. Ik bedoel, de internationale popsector. Het is toch een van de belangrijkste uitingen van het ogenblik. Madonna, ik wil die subsidie geven. Maar dat is toch niet nodig? Ik bedoel, dat zijn de grote momenten van de cultuur van vandaag. Maar die dingen is het. Dus ik vind altijd een subsidie, dat is eigenlijk het wezenlijke vind ik, als dat de Tweede Oorlog enorm naar voren gekomen. Ik vind altijd, subsidie, dat moet in de eerste plaats gaan, naar dingen die je niet zou kunnen, als je er geen subsidies aan geeft. Het is op het ogenblik zo dat wij in Vlaanderen, ook in de wereld, een heel andere speciale situatie hebben. Je gaat hier voor niks naar de opera. Hè? Hetzelfde in Londen, daar betaalt u blauw voor. Met andere woorden, alles wat wij daar niet voor betalen zijn onze subsidies. Hè? Willen wij een goede opera? En wij zijn bereid gevonden om daar subsidies aan te geven. En dat is eigenlijk een zeer democratisch systeem. Want wij vinden, 2000 frank gaan de mensen niet vragen in Vlaanderen. Dat is niet de traditie dat je daarvoor geeft. In het buitenland, voor 2000 frank op Broadway, dus ik op de laatste rij van Ted Bovkom. En dat zit vol. In België probeert TNTG's aan 2000 frank te zijn. Dus dan heb je daar het idee van zelf, want dat is ook zo moeilijk al in die discussie. Maar het TNTG dat doet toch ook wel eigenlijk een commerciële versie. Hè? Die Le Bal, dat is toch eigenlijk commercieel toneel. Ik bedoel, dat wil dan zeggen, dat is toch voor iedereen, dat is die moeilijk en zo. Ja, maar als je eens uitrekenen hoeveel Le Bal kost, hoeveel je daarvoor bereid bent voor te betalen in deze maatschappij, aan zitjes. Ja, dan kom je aan een groot gat en dan zeg je, ja, wil ik dat of niet? Ik wil dat, ik geef dat subsidie, ja. En dan is dat weg van, dit is commercieel of te populistisch en zo. Men kan, de enige kritiek die je zou kunnen hebben is, maar ik wil niet een manager en zo, hè, want die zijn overal ons aan te pesten. Maar ik wil ook geen doorlichting. Maar je zou wel kunnen zeggen, is dat geld efficiënt gebruikt? Want dat is het gevaar in dit subsidiesysteem, dat iedereen op de stoel gaat staan, zeggen, ik doe toneel, nu moet jij mij betalen. Ja, dat weet ik ook niet. Ja, mag ik iets zeggen? Dus wanneer ik terugga naar wat ik nu zelf beleefd heb, dat is dat ik hier in Gent in de jaren 68 tot 73, 74 regelmatig concerten heb georganiseerd, festivals heb georganiseerd, van de meest avant-garde jazz, de actuele toestanden die werkelijk voor de gewone man van de straat ontoegankelijk leken. Maar ik verzeker u dat het graag een steen de 4 dagen dat natuurlijk bomvol zat, dat de zalen waar ik telkens die concerten organiseerde vol zaten, dat ik toen eigenlijk het heb moeten redden met geen subsidies, dat wij hebben moeten aankloppen met bij overal privé-instanties, dus zelfstandigen en noem maar op, en waar wij het geld vandaan gehaald hebben, weet ik niet meer. Maar het publiek hadden wij en dat had een enorme respons. En het was zo moeilijk tussen aanhalingstekens. Maar het beantwoordde duidelijk aan een nood van die tijd en de tijdsgeest was er en iedereen verstond het en kon zich daarmee identificeren. Maar wij hebben nooit 1 cent subsidies gekregen. Ben je failliet gegaan?
Maar ik heb het toch 4 jaar uitgehouden. Hè. En daarna gelukkig heb ik dat die politiek kunnen doorzetten. Zo, ja, het hele idee van dat. Broca gelukkig, dankzij Pierre Vleeuwen. Goed, heb ik in de Zwarte Zaal dat kunnen doorzetten. Maar het was volkomen marginaal. Het was volkomen marginaal. Op dezelfde manier, maar je kunt dus zeggen, dus daar het leven en bestond, waarom moet je dan subsidie vragen? Aan mij, hè? Even ik bedoel, de man in de straat en zo. Dat is het verschil tussen dus het initiatief dat je hebt, de initiatieven die je neemt, het goede beleid dat je daarbij kunt voeren, de goede mensen aanspreken, bijvoorbeeld die kapitalisten waar Bart zo vaak mee omgaat, en die te overtuigen van dat te steunen, als men dat geld zo samen krijgt. Waarom moet ik dan inspringen? Want dat vind ik wat ze eigenlijk moet doen. Ja, ik vind dat de zaak een beetje omkeert. We hebben een traditie in continentaal Europa, waar wij daar weer vanuit gaan, en ik zeg continentaal, ik zeg dus niet langer slechts weer, waarbij we vanuit gaan dat de staat iets anders is dan die minimumstaat. Zoals jij zegt misschien uit Amerika, dat de staat eigenlijk instaat voor een soort meerwaarde. Een meerwaarde die boven het alledaagse uitgaat. De staat in het verlengde van de vorst, dit middendeel van ons titel daar is. En als jij nu zegt, van de subsidies die moeten in de eerste plaats dienen voor wat er anders niet zou kunnen gebeuren, dan vind ik dat jij opteert voor een soort overgangsfase naar dat Anglo-Saxische systeem. Want laten we dan maar proberen te zorgen dat er zoveel mogelijk dingen kunnen gebeuren zonder. En ik vind dat we daar dan afwijken van de traditie die we hebben. En de vraag is dan, waar willen wij verder gaan? Blijven wij geloven in een maatschappij die dat van de ene kant zorgt voor het fysieke welzijn van de mensen, maar van de andere kant altijd een soort meer wil creëren, een soort densiteit, een soort kwaliteit waar de mensen niet noodzakelijk allemaal mee moeten meegaan, maar die ons wel onze identiteit denser maakt. En ik vind als jij nu gaat zeggen van subsidies zijn er in de eerste plaats voor de dingen die anders niet zouden kunnen ronddraaien, ik vind dat je dan echt, ik bedoel, dat is een helling, we kunnen die helling afgaan, maar dat is dus, je kunt dus zeer gemakkelijk voor de opera, als we nu zeggen we maken een 10-jaar-plan, kun je binnen 10 jaar de opera op dezelfde manier laten draaien. Hoe doe je? Dat kunnen die ook laten draaien met veel in de subsidie. Ik bedoel, als je daarvoor gaat opteren, hè? Als je voor gaat opteren, als dat de vraag is van kan het commercieel of kan het niet commercieel, dan kun je daar ook in verder gaan. Maar onze optie is dat we zeggen van wij als maatschappij eigenlijk, als staat, vanuit de traditie die we hebben, dat geloof in cultuur dat Europa heeft, wij investeren daarin een deel van onze omzet. En ik vind dat daar buiten de vraag naar vandaag economische haalbaarheid staat. Omdat, denk ik, onze traditie van cultuur daar niet op een naïeve manier buiten, maar wel op een substantiële manier buiten staat. Ja, maar dat is toch juist een zeer interessant spanningsveld tussen die twee uitersten. Wat doe je? Organiseer je jazzconcerten van onbekende jonge mensen met eigen middelen gedragen door grote inzet en een paar centen van de bakker en de beenhouwer op de hoek die je toegestoken krijgt. En anderzijds organiseer je Les Miserables op een professionele grootschalige manier die dan rendabel wordt volgens het Amerikaanse systeem. Ik bedoel, dat zijn echt twee uitersten die zich bijna in alle tijden zullen voorgedaan hebben, denk ik. Ja, met het Miserable is dat wat een voorbeeld. Maar ja, geef je Les Miserables. Nee, dat is goed. Maar ik bedoel, Les Miserables kan je zeggen, kijk, ik wil dat veel professioneler in de Vlaamse versie hebben. Ja. Ik subsidieer dat. Ja, en musical. Dus ik vind Planet Musicals een even recht op bestaan als genre, als jouw extreme jazzvormen, als andere dingen. Zeg maar, en je zegt, ja, de commercie doet dat slecht. Maar als je dan zo doorgaat, moet je dan musicals subsidiëren of niet? Ik denk dat we een zeer slecht voorbeeld hebben. Wat zou je doen met het project van Ten Oorlog, van Lanois en Blauwe Maandag? Dat zou niet gaan, denk ik, zonder subsidie. Dus. En dat is ook een grootschalig, interessant, geslaagd en succesvol project. En dus hebben ze weer een stapje tussen, Johan. Ja. Want we zijn failliet als we zeggen geen subsidie, dan gaat dat niet door. Daarom ligt. Dat is mijn eerste punt. Dat is een voorbeeld. Dat maak je mogelijk. De dat maak je mogelijk. Ja, en dat is absoluut mooi en noodzakelijk.
Ik denk dat de podiumkunstenaar nog een uitzondering in zijn, maar dat we ook even moeten op tafel leggen. We zijn in Vlaanderen al jaren bezig met Vlaanderen-België met het sociale statuut van de kunstenaar. Dus de plastische kunstenaar, de klassieke muzikus en nog een pak andere mensen die op een of andere manier artistiek actief zijn. Moeten wij daar iets voor doen of moeten wij daar niets voor doen? Want wat hier gezegd wordt is natuurlijk het organiseren van concerten of theater enzovoort waarbij je ticketten verkoopt. Maar wat doe je dus in die andere sectoren waar je eigenlijk heel veel investeert in tijd en in werk zonder dat dat naar buiten komt. En dat dan op een bepaald moment natuurlijk zoveel jaar later hopelijk iets artistiek oplevert. Nu, het is herhaalde malen gebeurd dat men daar aandacht voor heeft en dat men denkt, nu gaan we toch eindelijk eens werken aan dat statuut van de kunstenaar. Ik herinner mij talloze vergaderingen daarom. Zowel in Brussel, in Antwerpen, nu terug in Antwerpen is dat aan de gang. Nu kan dat gebeuren en men wil daar iets aan doen. Nu, ik ben een beetje moedeloos geworden uiteraard. Hè. En, ik denk dan, ja, de zoveelste keer dat men dat probeert, maar ik weet niet of het zal lukken, hoor. Ik vind dat aardig gezegd, we zijn er al een tijd mee bezig. Ja. Er zijn op dit moment terug veel mensen die zeggen, we zijn er al een tijd mee bezig. Ik denk dat de kunstenaars erin zijn geslaagd om dat op de agenda te zetten nog een keer. En ik hoop dat er nu op zijn minst een soort minimumoplossing uitkomt, waardoor dat jonge beeldende kunstenaars niet gewoon door meteen welke belastingontvanger die dat er iets dieper op zou kunnen ingaan, onvermijdelijk gestopt kunnen worden over het jaar. Maar dat is de enige oplossing op dit moment. Er zijn twee oplossingen: ofwel maakt u een NV of een BVBA, ofwel laat u in het buitenland registreren. En dan snijden we niet het probleem aan van de podiumkunstenaar en dan voor het statuut van. Van de muzikant. Ja, maar dat is gelijk lopend. Ik zou graag van het panel horen, als men een statuut maakt voor de beeldende kunstenaar, ik ben al jaren bezig met dat probleem, ik zou graag eens horen hoe men een beeldende kunstenaar gaat omschrijven in dat statuut. Dat zou ik graag eens horen. Wij hebben namelijk gemerkt dat wanneer Walen en Vlamingen bij elkaar zijn, dat het verschil tussen politici en kunstenaars over de opvatting wat kunst is en hoe men dat statuut regelt, dat dat juist identiek is tussen de politici en de kunstenaars. Dat is een hele rare vaststelling. Ik zou graag horen van een panel wat u omschrijft als een beeldende kunstenaar en wie zo'n statuut zou kunnen krijgen. Is dat de juiste vraag? Ja. Is de vraag die leren van. En is een politieke vraag die belangrijk is? Ik ben blij dat ik moderator ben, ik vraag het eerst aan Bart. Bart, ik vraag wel eens dat een stukje, ook als ik hoor als normen of dat soort dingen, dan word ik altijd een beetje. Dan word ik maar Bart, ik heb dat woord nog niet. Nee, maar dat was eerder. De zaken van de zaken. Kijk, zo'n beetje klamme huidje. Ik denk dat er soms heel veel dingen veel simpeler zouden kunnen worden geregeld dan ze geregeld worden. In plaats van dat je dus in theorie, voordat iets opstart, de zaken wilt geregeld hebben, eigenlijk geverbaliseerd en geformaliseerd. Als je zou zeggen van kijk, wij gaan ervan uit dat er dit probleem is. Wij stellen een groep mensen samen uit de verschillende geledingen die daar visies over hebben. En we laten die mensen beslissingen nemen over aanvragen. En dan kun je, ik denk dat het zeer belangrijk is om heel vaak om in plaats van een soort definitieve regeling, naar een definitieve regeling te streven, dat je de gelegenheid geeft om voor dingen om in te groeien. Dat je de gelegenheid geeft om een soort ervaring op te bouwen. Dus dat je een reëel veld schept en dat je dan na 5 of 10 jaar zegt, hoe gaan we dat nu permanent regelen? Dus ik denk dat, wat is een beeldende kunstenaar? Ik denk dat een zeer moeilijk in juridische teksten te formuleren gegeven wordt. Tweede poging, Johan? Ja, het is een terrein dat ik veel te weinig ken om daar, want het is zeer technisch, hè, dat moet heel juist zijn. Alleen heb ik een vraag daarover, in jouw mechanisme als je het ziet, wie beslist dan dat die man erkend wordt? Is dat een minister? Is dat een adviesraad? Is dat toch in de adviesraad? Nee, maar dat zou je daaraan toeschrijven. Dat zij dan beslissen dat deze personen komen in aanmerking om dat statuut te krijgen. Want iemand moet het beslissen. Hè? Dat zou een zeer pragmatische weg zijn om te gaan. Maar ik denk dat een van de andere dingen is, laten we gewoon eens kijken wat er in de verschillende landen bestaat. Ik weet daar ook niet in. Ik weet niet genoeg in detail welke bestaande oplossingen dat er al zijn. Ik weet dat Ierland blijkbaar interessant is. Ik bedoel, je hebt blijkbaar een aantal. Duitsland is beter dan wij, dus laten we kijken, ook, en dat is dus één persoon erop zetten voor een jaar,
een soort kleine investering dat je doet. En een jonge jurist erop zetten en dat komt. En dan laten kijken wat zijn alle oplossingen die overal gevonden zijn. We staan achter. Ja, die oplossingen zullen elkaar tegenspreken, vrees ik. Die oplossingen zullen elkaar zo tegenspreken, toch een beslissing moet nemen. Wat mij daar gewoon bij aansluit, dat kan geen enkel probleem zijn. Nee. Zoiets is vast te stellen. Kijk naar UVZW. UVZW zal volgend jaar subsidies krijgen als een mooi activiteitenverslag zal kunnen voorleggen. En dan kan iedereen nagaan wat er gebeurd is. En op basis daarvan krijg je al of niet subsidies. Zo simpel is dat. Dus bij de kunstenaar is dat ook zo. Ik denk dat nog maar eens een commissie van een aantal mensen uit het veld zeer eenvoudig kunnen uitmaken wie dat een kunstenaar is. Ja, Paul, ik weet niet of je dat ja, ook nog noemt. Het is een ongelooflijk glad ijs. Dit kan van. Goed hoor. Nu. Ik kan hier daar echt geen antwoord op geven. Ik moet ook een beetje bescheiden blijven. Hè? Dus ik heb al zodanig veel desillusies daar rond opgelopen, dat ik nu denk dat de nieuwe poging die gestart is vanuit Antwerpen om daar toch eindelijk een keer de koppen bij elkaar te steken, nu overgewaaid ook naar Gent, dat misschien ook weer oeverloos wordt. En ja, het zal hoe dan ook een adviescommissie zijn die daar. Dus een bevolkskaart of zo. Nu moet ik zeggen, om de toestand momenteel te verdedigen, dat in die adviescommissie heel van aardige mensen zitten en dat dat misschien toch een kans heeft om te overleven. Ja, nu, ik ben op een punt gekomen dat ik een beetje moe gestreden ben. Ik heb allerlei dingen gedaan als eenzaam. Dus letterlijk. Dus ja, goed, ik heb het ook zo moeten doen. Bij gebrek aan. En jammer genoeg was er niets voor anderen enzovoort. Nu, ik hoop van de nieuwe generatie dat ze er eindelijk in lukken om dan toch te bepalen hoe het zou moeten in elkaar zitten. Huh? Ik voel dus het wel op de voet, maar. Conclusie is, Danny, doe rustig voort. Doe op laat, kom je er wel uit. Ik zou voor ik maar je hebt iets aan toe? Komt. Ze zijn dus in Antwerpen en in Gent bezig, het is federale materie. Je moet dus zo dringend mogelijk een Luikse groep hebben, hè? Ja. Dan niet. Zo. Het moet ook een Luikse groep zijn. Dat daar een standpunt is, niet dat Antwerpen wat bedenkt, hè? Voor we naar de actieplannen gaan, zou ik willen nu hier even afronden en vragen of er nog mensen in de zaal zijn die met een zeer prangende vraag zitten rond een van de thema's die hier op tafel zijn gelegd. Voorbij uur. Behalve Danny dus die ondertussen getroost is met. Nee, maar ik zal terug jonge juristen. Eeuwige jeugd, wat kan je beter wensen? Geen vragen uit de zaal meer. Dan is ons eerste actiepunt natuurlijk subsidies om de jonge juristen aan te werven. Dan wil ik hier even afronden met een laatste vraag aan de mensen. Een korte suggestie eventueel nog rond. Aangezien we bezig zijn met een nieuwe VZW die een bepaalde cultuur en culturele dynamiek wil teweegbrengen, wat zijn de eerste dingen die we nu verder gaan doen? Wat zijn de suggesties naar onze lokale situatie? Stappen die we zelf verder kunnen ondernemen? Doe daarbij niet individueel, maar goed, met alle geïnteresseerden rond het dag. Bart, jij was de grootste optimist ter zake, dus ik geef u eerst het. Ik vind het alleen maar al. Zorg dat de volgende keer toch wat mensen uit de buurt zitten, of denk ik. Ik denk dat ons gesprek dan misschien anders gaat zijn. Nee. Ja? Nee, dat is, ik denk dat op een of andere manier dat niet noodzakelijk dat integreren in deze discussie, maar zorg wel dat bewustzijn er is. Ja, dat zich zijn komen. Wat? Als ze geïnteresseerd zijn, komen ze wel, maar dat ze zijn niet geïnteresseerd. Dus. Nou, ja, maar wel, misschien laten we ons afvragen of dat ze niet geïnteresseerd zijn. Dus ja, dat ze totaal niet geïnteresseerd zijn en of dat onze interesses en hun interesses niet ergens een basis hebben, een gemeenschappelijke basis. Want ik denk dat is het soort midi-projecten waar dat denk ik op dit moment onze maatschappij een beetje ontbreekt. We hebben de grote utopieën hebben laten vallen. Onze kleine dingen, daar gaan we verder. Ik denk dat kunstenaars ongelooflijk goed bezig zijn met dat er heel veel potentieel energie is, dat er heel veel mensen met hun eigen dingen bezig zijn. Maar we markeren een soort kleine platformen waarop dat er ontmoetingen kunnen zijn. Johan? Ja, ik vind dat, ik heb het zo vaak aan, ik vind dat juist. Dus
Ik denk dat de uitdaging bestaat niet van deze mensen samen te brengen, want ik zal u gezien hebben op veel adressen in Gent. Maar de mensen van de buurt, die zouden hier moeten zitten. Ze zouden ook hier moeten kunnen zitten. Maar misschien niet met dit... eten laten maken. Ja, ja bedoel, er zijn zoveel culturele dingen waarbij ze kunnen betrokken worden. Maar ja, natuurlijk. Maar het is de uitdaging om een verdere politiek uit te... Dat moeten we bijzonder op attent zijn. Niet van de niet direct de jonge Gentse Gentenaar, maar om deze wijk tot leven te brengen. Dat deze communicatie doorgaat. En dat is toch de uitdaging voor de komende jaren. Dat we langs twee kanten van elkaar... Dat ze ons verrijken, dat is het. Dat zou moeten. Wel, dat pleit eigenlijk bij de antwoorden een beetje liggen in de lijn van waar ik achter sta. En dat is een soort andere vorm van levenskunst. En die levenskunst die bestaat aan de basis, die zit overal. Dat is de wereld die ons omringt, de dingen die we dagelijks beleven. Dat is niet dat elitair gedoe van kunst, geld, koning enzovoort. Dat zit onmiddellijk bij ons. En ik geloof dat dat zeer bemoedigend is. Nu, men kan daar ontzettend positief tegenover staan. Maar bijna utopisch, daar moeten we ook voor opletten. Hoe krijgen we die mensen hier naartoe? Dat is niet zo simpel hoor. Maar goed, ja, het kan. Maar, ik heb het op mijn manier gedaan in verband met die natuurlijk. Het gaat dus. Er zijn dan ook natuurlijk mensen die daar een heel negatieve houding over hebben. Ja, en ik had hier ook toevallig een gedicht in handen van Hugo Claus. En dat is heel somber. Maar ja, goed, als ik dat even mag citeren, want ik vond het toch schitterend. Wat waarde heeft, moet schooien, terwijl onbenul wordt aangepoot. Dan kan waarheid bij ons het niet rooien. De raketten van een schandelijke legering worden gecelebreerd. De wetten van een ontrouwe regering worden gekostumeerd. Het goede is doodmoe, het kwaad is commandant. Adieu, moeras van mijn land. Nu, dat is heel somber natuurlijk. Iemand nog eens wou vragen? En dat is niet de eerste, de beste. Nee, ik ben hier de baas van het café. Hè. En hier komen veel illegalen die zelfs geen papieren hebben. En die zijn hier natuurlijk niet aanwezig, want die hebben echt wel schrik. Voilà. En die komen hier wel. Walter Tielemans gaat niet naar de voetbal. En die vreemdelingen die komen niet naar hier, want die drempel is te hoog. Nu, ik wou de discussie dan niet heropenen. Ik zou voorstellen... Vraag aan de VZW, hè? Dus niet aan mij, want uitgenodigd wil. Wat de VZW betreft, ik zou willen zeggen, ja, wat Paul daarnet voorleest, is een zeer pessimistische boodschap. Het signaal dat vandaag en hier en nu door Bart gegeven is, is eigenlijk een positieve boodschap van, ja, het komt er alleen maar op aan om... In bepaalde dingen te geloven, iets te gaan doen en te gaan drukken op een hoop dingen die met ons leven enzovoort en met kunst en cultuur te maken hebben. Dus ik zou daar een beetje bij willen blijven en zeggen als moderator van, als wij samen in die richting kunnen bewegen, ja, dan ben ik de koning terecht natuurlijk. En dank ik jullie voor de aandacht. Ja.